Over 10 minuten Studio Sport. Nu een kort informatieprogramma van de Open Universiteit. We staan hier bij een Dogon woonerf in het Afrika Museum in Bergendal. En daar is ook Chris van Es. Ben je nou toevallig als belangstellende of heb je nog een speciale band met Afrika? Mijn speciale band met Afrika is dat ik jaren in Afrika voor het Rode Kruis gevlogen heb en sindsdien me erg betrokken voel bij het leven in Afrika. Je bent piloot? Ik ben piloot bij Air Rwanda en mijn woonplaats is op dit moment dan ook Kigali, Rwanda. Dat is de hoofdstad van Rwanda? Dat is de hoofdstad van Rwanda. Ja. Waarom is een Nederlander nou piloot in Afrika en niet gewoon in Nederland? Mede vanwege het feit wat ik hiervoor al genoemd heb, mijn betrokkenheid met Afrika en de Afrikaanse cultuur en politiek. Je studeert ook bij de Open Universiteit. Wat studeer je daar? Ik studeer op dit moment, of ik heb me ingeschreven voor de rechtswetenschappen. Omdat ik het gevoel heb dat dat een invulling geeft voor mijn politieke belangstelling voor Afrika. Dat is de reden waarom je dat het studeert. Dat is een van de redenen. Een andere reden is ook omdat wij als piloten vrij kwetsbaar zijn wat betreft onze lichamelijke gezondheid. En wij dus afgekeurd kunnen worden. En dan is het handig om iets achter de hand te hebben. Dus eventueel zou je het ook nog wel voor ander werk kunnen gebruiken? Dat hoop ik maar. En dan zeker dan ook binnen binnen de derde wereldproblematiek. Hoe studeer je eigenlijk daar in Rwanda? Hoe doe je dat met tijd? Gezien mijn onregelmatige werktijden studeer ik daar waar het kan. Ik heb altijd wat studiemateriaal bij me. En voor de rest, zoals elke student, 14 dagen voor het examen, stampwerk. Ja? Ja. Echt zo met het hoofd gebogen. Hoe is het trouwens met die examens en tentamens? Want je woont in Rwanda. Hoe doe je dat? Gelukkig heeft de Open Universiteit de mogelijkheid om tentamens te laten afnemen op ambassades en consulaten. En Kigali is in het rijke bezit van een consulaat. Dus daar kan ik mijn tentamens afleggen. Of u nu veel op reis bent, een drukke baan heeft of het huishouden doet, de Open Universiteit kan altijd naast u staan. U studeert waar en wanneer het u het beste uitkomt en in uw eigen tempo. Het cursusmateriaal is speciaal voor zelfstudie geschreven. Alle opleidingen worden aangeboden in de vorm van losse, afgeronde cursussen. Zo bouwt u een studie stap voor stap op. Er zijn talloze mogelijkheden om een opleiding zelf samen te stellen en in lengte te variëren. Neem eens een cursus in huis over een onderwerp dat u interesseert. Bijvoorbeeld filosofie, milieukunde, sociologie, visuele kunsten of de basiscursus recht. Wie verder wil, schakelt een aantal cursussen aaneen tot een pakket dat de opstap kan zijn voor een nieuwe baan of promotie. U kunt aan de Open Universiteit ook meester in de rechten, doctorandus of ingenieur worden. Studeren is doorzetten en het gaat om hoger onderwijs. Maar u staat er niet alleen voor. U kunt altijd een beroep doen op een studiecentrum bij u in de buurt. In de nieuwe studiegids treft u meer dan 80 cursussen aan. U kunt hem bestellen door te schrijven naar de Open Universiteit, antwoordnummer 4500, 6400 VC in Heerlen. U kunt ook bellen, vanavond al. 045 76 28 88.
Ik herhaal 045 76 28 88. Na het nieuws voor doven en slechthorenden opnieuw Studio Sport.